Er komt een nieuw ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu dat onder beheer van de NPS komt. Dat is afgesproken door de leiders van de VHP, de ABOP, de NPS en de PL. De NPS-voorzitter moet dit nog voorleggen aan de structuren. Er was oneenigheid ontstaan over het ministerie van Olie en Gas. De ABOP blijft erbij dat er geen nieuw ministerie komt, maar dat olie en gas deel moet zijn van natuurlijke hulpbronnen. Een bespreking tussen de vier partijleiders heeft geresulteerd in het voorstel van het nieuwe ministerie. De NPS zal de structuren dit weekend nog informeren, waarna er formele mededelingen komen. Alle vier partijen zeggen in een verklaring dat het overleg vruchtbaar was. De leiders hebben ook gesproken over de verkiezing van de assembleevoorzitter en vicevoorzitter maandag.